Een nieuwe kraakactie in de gemeente Breda. Afgelopen weekend heeft de Kraakgroep Breda het voormalige eetcafé en de naastgelegen woning aan de Dorpsstraat in Ulvenhout gekraakt. Volgens de krakers hebben ze de panden gekraakt als protest tegen de nieuwbouw. Op deze plek aan de Dorpsstraat komt een groot gebouw met commerciële ruimtes en 3 verdiepingen met appartementen. Kraker Timon nam maandag contact op met de eigenaar van de panden, projectontwikkelaar Innové uit Oldenzaal. Hallo, met Timon. Ik spreek namens de krakers van het perceel Dorpsstraat 61 en 63. Ik wil even netjes mededelen dat wij die panden in Ulvenhout van jullie afgelopen zaterdagnacht gekraakt hebben. Oké. En we willen u graag uitnodigen om hier eens met ons te komen praten over het verdere verloop van de tijdelijke bewoning. En ja. Om andere dingen omtrent de situatie, zal ik maar zeggen. Dan ga ik hier heel even doorspinnen. Heeft u een klein momentje? Jawel. Waarom nu eigenlijk deze kraakactie? Het is niet erg dat er gebouwd wordt. Dat is niet ons ding. Het gaat erom dat hier iemand uit Oldenzaal, dus iemand die hier totaal niks met een dorpje of een hele omgeving heeft, die gaat er iets bouwen waar niemand iets mee kan of wat mee heeft. En hun mensen hier, de bewoners in Ulvenhout, zullen de komende 100 jaar tegen zo'n lelijk gebouw aan moeten gaan kijken. En dat gaat gewoon niet door. Maar als er een aangepast plan komt, waar de buurt het mee eens is, dan gaan wij vrijwillig weg. In Ulvenhout wordt verdeeld gereageerd op de kraakactie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom? Omdat ik daarboven woon. Mm-hmm. En als dat grote pand hier gebouwd wordt, dan belemmert het mijn uitzicht. Als het gekraakt is door mensen uit Ulvenhout die zeggen van ik protesteer hier tegen, want ik wil die hoogbouw niet in mijn dorp, dan kan ik me voorstellen. Maar is het alleen maar om woonruimte te creëren voor mensen, dan ben ik erop tegen. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die deze locatie biedt. Ja, in het bestemmingsplan niet meer en niet minder. In het bestemmingsplan stond niks over een gevelhoogte. Qua hoogte, dakhoogte, nokhoogte, al dat soort dingen. Stond er allemaal niks in. Vandaan. Dus je kon 150 meter bij elk bestemmingsplan is dat beschreven. Ja. En als u dat dan verkeerd interpreteert. Kraker Timon heeft inmiddels een reactie gekregen van de projectontwikkelaar. En die vertelde dat alle procedures al doorlopen waren, dat hij vindt dat zij gewoon kunnen en gaan slopen. En dat er zou over 2 weken al plaats moeten vinden. En alle consequenties die daaruit uitvloeien, alle kosten daarvan, van dat hij niet kan gaan slopen, die heeft meneer in ieder geval gezegd dat hij dat op ons zou willen gaan verhalen. Dus. Maar over 2 weken gaat hij slopen. Jullie blijven hier wel zitten? Ja, nou, zodra wij erin zitten, kan meneer natuurlijk niet gaan slopen, dat is 1. Hij is geen zins van plan om de bezwaarprocedures van de raad en alle andere mensen daaromheen nog af te wachten. Dus daar wensen ze niet rekening mee te houden.